Ja, voordat zo'n productiedag begint moet je alles inladen, alles van tevoren klaarzetten, niks vergeten. En we laden alles in op een Adicam. Een Adicam is een productiekar, super handig, scheelt mankracht, scheelt rugklachten en is gewoon veel beter voor je mobiliteit. En dat rol je ook zo makkelijk de bus in. Hoef je niet de bus helemaal in te ruimen, uit te ruimen. Laatste paar dingetjes nog erin. En dan heb je een rijdertje die opklapbaar is, ook super handig. Deur dicht, let's go! Ja, laten we vandaag maar lekker een BTS opnemen. Lang niet gedaan. Gewoon bijna geen tijd voor. Maar aangezien we toch content moeten maken voor merken en voor producten. Dit is Martijn, dit is onze regisseur. Gaan we vaker mee op pad. Hartstikke gezellige kerel. En moet ik de hele tijd op je wachten? Ja, sorry. Ik ga even parkeren. Ja, doe nou even snel. Nou. Nog eens rijden. Oké. Okay. Spring erin. Ja, spring erin. Zoals je ziet, kan Martijn ook acteren. Oké, we zijn in Rotterdam aangekomen. Let's go. 7:24, hoppa. De Adicam is voor mij denk ik toch wel de beste investering van 2023, echt waar. Als ik hier eerder in had geïnvesteerd, zou mijn leven zoveel makkelijker zijn geweest. Eenmaal op locatie gaan we een beetje spotten, kijken welke hoekjes, wat mooi zou werken voor op beeld. We zijn er nog niet geweest, dus we gaan nu pas even checken wat vet zou zijn. Oh ja, kijk even naar deze cage. Het is een opvouwbare cage van Volcam. Super handig. Hij wordt helemaal klein. Je kan hem uitvouwen. Wat hem heel tof maakt is dat je binnen een mum van tijd alles gewoon ingeklikt hebt. Alles op zijn plek. En het scheelt zoveel. Je hoeft niks uit te schroeven. Setups aan te passen. Ik ga hier binnenkort een review over doen. Dat is heel vet. Oké, we hebben een kadertje uitgekozen. We gaan de boel even uitlichten. Aan de klant laten zien. Kijken wat diegene ervan vindt. Wat vindt de regisseur ervan? Nou, ik vind het prima. Helemaal mooi. Vandaag draai ik een multicam setup. Een A7S III. En de andere een FX6. Waarbij ik de nieuwste Sony 70-200 F4 macro inzet. Ik heb hem niet zo heel lang terug aangeschaft. En ik moet zeggen dat ik er helemaal weg van ben. Het feit dat deze ook nog eens macro kan doen. En dan ook nog eens goedkoper is dan de 2.8. Nou, kijk nou. Is toch een plaatje. Oké, nog wat shots buiten doen dan. Hier weer zo'n mooi gecompresste achtergrond. De achtergrond wordt groter, lijkt groter. Hier heb ik een gimbal gebruikt. Een A7S III op de gimbal gezet. Ja, dus dat, zo ziet een werkdag een beetje eruit. Ik heb niet heel erg veel tijd gehad om allemaal BTS te schieten. Maar dan heb je in elk geval een beetje een idee waar we mee bezig zijn. Wat we doen, wat we een beetje gebruiken op zo'n shoot. Ja, dus dat was hem voor nu. Bedankt voor je tijd. Oké, later. Doei.